En goeiedag, welkom bij Landert in Beeld. Maar liefst 7 onderwerpen vandaag. Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Straatspeeldag gehouden. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartelust kunnen spelen. De Nationale Straatspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. In het nu volgende filmpje krijgt u een impressie van de straatspeeldag op 13 juni in Zeeland. Ook voor wie haar nog niet kent, ze is van top tot teen verwend. Bibi die dumpt steeds de mouwen, wil alleen dat vriendje dalen. Elise is ons kleine sussie, werd geen ketsen, maar een kussie. Mami valt op rood violen, kale kop met alle molen. Zomaar op een woensdagmiddag, in een buurt, ergens in Zeeland, hoorden we dat er een straatspeeldag georganiseerd werd. Bij mij staat nou Rian van der Wijst. Rian is een van de initiatiefneemsters. Rian, jullie straatspeeldag, is dat omdat er landelijk een straatspeeldag is of is het een eigen initiatief? Ja, dat klopt. Het is in principe een eigen initiatief van 4 mensen hier uit de wijk. En we sluiten aan bij de Nationale Straatspeeldag, zeg maar. We geven onze eigen invulling daaraan. Ja. Dus het is niet echt gebonden alleen maar aan de mensen die hier wonen? Nee, absoluut niet. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, dat geeft mij ook aan van dat ik straks zag dat hier mensen aan het werk zijn die eigenlijk niet in deze buurt wonen. Dan zag ik poffertjes kraam, wat bemand door iemand die helemaal niet in de buurt woont hier. Ja, dat is leuk eigenlijk. Dat vinden we eigenlijk het mooiste als er mensen van buiten de wijk met hun kinderen meekomen of wie dan ook. En gewoon ja, een handje mee helpen of kijken wat er moet gebeuren. Hartstikke leuk initiatief. Het ziet er heel mooi uit. En goed, ik hoorde er vanmorgen van en vond dat wij er hier eventjes moesten zijn om naar voren te brengen. Nou, hartstikke leuk. Leuk dat jullie er waren ook. Als ik dacht dat ik je had, dan had jij je weer bedacht. Onvoorspelbaar en zo onverwacht. Ik kijk maar toe hoe jij mij in verwarring bracht. Ik wil zeker. Mensen uit het water komen!